Goeiedag. Afgebroken straatstenen, bij elkaar geveegd glas, een grote brandplek op straat en af en toe een politiewagen die voorbij rijdt. De sporen van de rellen van vannacht in de Haagse Schilderswijk zijn vanmorgen nog duidelijk te zien. 16 van de honderden relschoppers zijn opgepakt. Ze demonstreerden tegen de politie, die volgens hen schuldig is aan de dood van een arrestant afgelopen weekend. Er werd gescholden, geplunderd, brandgesticht dus en vernield. Nou, ze hebben stalen pijpen gepakt, ze hebben de remhuisjes in elkaar geslagen. Ze hebben hier hebben ze spullen vandaan gehaald om daar vervolgens in de fik te steken. Van de markt hebben ze spullen weggehaald. Dus het was gewoon één giga soortje, om het zo te zeggen. Eng, beangstigend. En ik heb de roluiken naar beneden gehaald en ik ging naar beneden. 10 minuten later, ik zag hem dat iemand ik hoorde dat ze gooien stenen. Ik kom naar buiten en daar hebben ze wel mijn ruiten wel ingeslagen. Ja, voornamelijk de ramen. En dan hoor ik wel dat daar verderop ook allemaal schade zijn van andere dingen en winkels. En kijk, dat zo'n man dood is, dat is natuurlijk verschrikkelijk. Maar ja, dat je dan alles moet gaan slopen, dat vind ik niet horen. Dat kan ook op een andere manier. Kort nieuws dan. Meestal slaan automobilisten verkeersregelaars, maar bij een evenement in het Groningse Zevenhuizen was het andersom. De twee hadden ruzie gekregen over een afzetting, er wilde iemand langs en de 74-jarige verkeersregelaar uit Nieuw-Rode hield het niet meer en sloeg hem. De extremisten van IS hebben nu ook twee vrouwen onthoofd en dat is voor het eerst dat vrouwen op die manier worden gedood, melden Syrische mensenrechtenwaarnemers. Ze werden geëxecuteerd wegens hekserij. Een mooie dag is het voor de politie in Brabant. Bijna 1,5 jaar na de vondst van een vermoorde man in de Biesbos zijn vanmorgen 2 verdachten opgepakt in de zaak, een man en een vrouw. Voor de politie was het een heel lastig verhaal, want dat het slachtoffer een 32-jarige Pool was, werd pas na hevig speurwerk duidelijk, zegt misdaadverslaggever Mick van Wely. En wat de recherche ook probeerde, DNA-onderzoek, zoek in de database, er werd maar niet bekend wie deze man was. Eigenlijk pas na 1,5 jaar werd het wel duidelijk, nadat de politie een reconstructie maakte van het gezicht. Want dat lichaam lag er al een tijdje. En opnieuw is dat gezicht tot leven gebracht. En uiteindelijk vond de politie op een soort lokale website in Polen een foto van een man die matchte met dat beeld van de gezichtsreconstructie. En toen kon het rechercheonderzoek eigenlijk echt beginnen. De politie is nu al bijna 1,5 jaar bezig en door de gangen na te gaan van deze man in Nederland kwamen ze terecht in een klein dorpje in Andel waar deze man een relatie had. En in de woning van de vrouw met wie hij toen een relatie had, daar wordt op dit moment een onderzoek gedaan. Een van de dingen die wordt onderzocht is of er bloedsporen zijn. Dat gebeurt door middel van luminolonderzoek waarmee onder een bepaald soort licht bloedsporen die weg zijn gepoetst toch nog zichtbaar worden. Dus dat wordt op dit moment in de woning gedaan. Misdaadverslaggever Mick van Wely. Onze volgende update is rond 1:00 of 3:00. Graag tot dan. Fijne middag.